Hey, hallo en welkom jongens. Leuk dat jullie er zijn. Vandaag zijn we terug in Minecraft, maar dan niet alleen. We zijn hier met... Hey! Justin, wat gaan we doen? Vandaag lekker bouwen. We gaan bouwen, maar jongens, we gaan niet zomaar bouwen. Ja. We hebben een heel leuk concept bedacht. En ik ga Justin lekker gebruiken voor content. Ja, klopt. We hebben een doel. Justin heeft de lelijke blauwe kant. God. Gadverdamme. Maar mag ik niet eens kiezen? Nee, jij krijgt blauw. Ja, oké. Ik krijg de mooie, prachtige oranje kant. Okay. En het doel is, we krijgen eerst 10 minuten de tijd om zo lelijk mogelijk huis te doen. Ik moet echt mijn best doen om iets lelijks te bouwen. Ja, Justin kan gewoon zijn standaard bouwkunsten gebruiken. Dus dat is nog lelijk natuurlijk. Hey, hou je mond. We krijgen dus 10 minuten de tijd om iets prachtigs te bouwen wat heel lelijk is. Iets prachtigs wat heel lelijk is, dat klopt niet helemaal. Dat is het, nee. Ja, gewoon iets heel moois, maar eigenlijk heel lelijk. Iets heel moois, maar eigenlijk heel lelijk. Ja, daarna switchen we van kant en dan krijgen we 20 minuten de tijd om het mooier te maken. Zonder dat je de blokken breekt die de andere persoon heeft neergezet. Zonder dat je inderdaad de blokken breekt. Dus stel, ik bouw een prachtig huis van weet ik veel wat, van dirt. Dan mag hij, moet hem helemaal makeover geven. Je moet er een $1 million house van maken. Zonder mijn blokjes aan te passen. Wat vind je daar nou van? Ja, dat vind ik vrij lastig, moet ik even zeggen. Oké, dus de 10 minuten gaan nu in. Ja! Oké, jongens, we hebben 10 minuten de tijd om iets prachtigs te bouwen. Ik heb geen idee wat. Oh, waarvan ga ik dit bouwen? Ik moet muren bedenken. Nee, ik ga ook gewoon geen stress. Ik ga het niet symmetrisch maken. Laten wij echt het meest lelijke iets bouwen ooit. En dan beginnen we met een frame. Wat ook gewoon niet klopt. Dus zoals dit. Het klopt gewoon niet. Oh, ik ga hem echt zo lelijk mogelijk bouwen. En dan hier een deur. Oh my days. Dit is echt niet mooi. Oké, we hebben 9 minuten de tijd, jongens. Ik moet snel opschieten. Ik ga een frame bouwen. En dan ook letterlijk niet symmetrisch wordt hij. Ik vind het moeilijk om echt expres heel lelijk te bouwen. Dat vind ik echt heel moeilijk. Kijk, het is niet alsof ik de beste bouwer op YouTube ben. Maar ik vind het gewoon moeilijk om alsnog lelijk te bouwen. Kijk, we hebben echt de meest rare framing ooit gedaan. Dan doen we er nu een dak op van hooibalen. Ja. Oh, dit kan echt niet. Oké, het hooibaaldak zit erop. Oh, wat is dit vreselijk. Dan gaan er nog vensters gaan erop. En dan doen we ook de lelijkste acacia vensters plaatsen op de hoekjes. Ja, dit is mooi. Zo benieuwd hoe Justin dit ooit nog mooi kan maken. Hoe wil je dit nog mooi maken? Er zit zoveel troep op. Het leuke is, je mag elkaars huisje dus wel helemaal omtoveren. Maar je mag basically niks slopen van het huisje. Je mag geen blokken slopen. Ja, een nieuwe deur plaatsen of zo. Mag wel, weet je. Maar je moet echt gewoon zo min mogelijk aanpassen van het huis van de ander. Ik heb ook niet voorbereid. Ik wil zo snel mogelijk door, want ik wil ook nog een beetje van het interieur doen. Dus als dit de buitenkant is, zo meteen vind ik het prima. Dan ga ik er een vloertje in doen. En dan beginnen met het interieur. Oh, en ik heb nu al mijn helft verspild. Ik zit op de 5 minuten, jongens. Oké, buitenkant is af. Tijd voor het interieur. We gaan de vloer erin doen. Waar gaan we een vloer van doen? IJzeren blokken, blok of ijzer. Ja, blok of ijzer. Ah, oh, wat vies dit, hé. Maar trouwens, we gaan het nog lelijker maken. We gaan echt een patroontje erin maken zelfs. Dus nu die gold variant. Oh mijn god, ja. En dan heb je ook nog een kopper, toch? Ja, je hebt zelfs nog een kopper. Wat erg dit. Oké, we gaan even een update vragen bij Justin. Hoe is het, hoe is de update zover bij jou? Hoe is het huisje? Vrij mooi. Ja, ik vind mijn ook eerlijk gezegd wel heel mooi. Ik zou er wel in willen wonen. Ja? Nou, ik zou jou hier niet in willen stoppen, hoor. Absoluut niet. Nee? Ah, nee. Dat is wel lief. Dit gun ik niemand. Oh. Er komt water in het midden trouwens. Ik heb daar heel mooie dingen nu gedaan, maar ik wil water in het midden stoppen. En daar dan gold onder. Oh, wat erg. En dan een tafeltje. Ik klik ook echt table, dat is niet echt een ding. Met sandstone slabs gaan we zo. Met op het glas hier. Oh, wat erg. Maken we een plekje waar je kan chillen. Ladders. Die niet af zijn gemaakt, zoals dit. Kijk, laten we hier de chest, die vliegt. Oranje bed, die ook vliegt. Laten we blauwe lantaarntjes aan van de plafonnen. Oh, dit is echt heel lelijk. Nog 3 minuten, jongens. Laten we een ouderwets tafeltje, jongens. Magenta. Blauwe signs, nee. Nou, we moeten wel een beetje het groen wat in het glas zit, moeten we wel een beetje terug laten komen, hè, jongens. Dat kunnen we niet zomaar, zo weg laten vallen. Een armor stand. Maar weet je wat er mist, jongens, in het huis? Er missen prachtige plantjes. Moet wel een beetje groen voor de natuur zijn. Doen we hier zo. Moet een beetje verlaten huisjes zijn. Oh, wat erg. Je wil hier toch niet wonen hier binnen? Wat vreselijk. Af en toe gewoon een dik blok ertussen stoppen. Ja. Hier moet hopelijk ooit een boom groeien. Ik hoop niet dat hij daadwerkelijk groeit. Dat zou helemaal een probleem zijn. 40 seconden, jongens. Ik heb nog een idee. Een kleine gracht. Mijn tijd is bijna om. Oh, mijn god. Ik heb echt nog heel eventjes. Ik wil een kleine gracht maken. Ik heb nog 20 seconden. Hij mag het huis uitbreiden. Maar door middel van een gracht maak ik het hem gewoon extra moeilijk. Oké, ik denk dat mijn af is. 7 seconden. Het huis is af. Oh, wat ziet het er lelijk uit. Maar ik ben zo benieuwd naar zijn huisje. Tijd is om. Ja. Ja. Oké, wacht. Wacht, kom. Ben je klaar? 3, 2, 1.
Nee! Je hebt me ondersteboven gebouwd! Met bedrock! Ik heb oprecht nog mijn best gedaan! Nee! Wat is dit? En een trap! Oh, wat vies! Hoe moet ik dit mooi maken? Wacht, we gaan eerst mijn huisje even checken. Nee! Oké, okay, ik ja, heb nog mijn best... Ja, je ziet er niet verkeerd uit. Nou, ik vind hem lelijk, maar jij bent gewoon een vierkant ondersteboven blok gemaakt. Oké, okay, nou, welkom in Huizen de la Makkers. Vandaag een house tour. Kom binnen. Oh, wat verschrikkelijk. Oh. Waarom ook vliegende bedden? Ja, die zijn mooi, hè? Vliegende bedden, die vond ik echt prachtig. Dat vond ik ook heel leuk. Oh. Ja, ik dacht, het is wel leuk. Weet je, even wat nieuws. Even wat speciaals. Oh, mooi tarpeitje. Ja, leuk, hè? Ik hoopte ook een keer dat er ooit een boom groeit. Nee, wat vind je ervan? Zou je het kopen? Nou, ja, weet ik niet. Ik wil jouw huis ook gewoon zien. Ik wil echt naar jouw vreselijke grot, krot, weet ik van wat het is. Oh mijn god. Een crafting table in de muur. Jij hebt echt overtroffen. Wat is dit? Jij hebt echt lelijk gemaakt. Jij hebt echt heel lelijk gemaakt. Ja, dat was een donder. Kijk hier ook. Oh, met een... Oh, je kan hier niet springen. Wat is dit dan? Je had niet genoeg tijd om het af te maken. Nee, klopt. Oh, hoe wil ik dit ooit make-over geven? Hoe wil ik dit ooit een make-over geven? Dit is niet te doen. Jou is niet heel moeilijk, vind ik. Nou, maak het mooi, hè? Je moet hem echt mooi maken. Ja, oké. Oh, mijn god, maar dit is echt heftig. Blokken aan de buitenkant die ik niet weg mag halen. Hoe wil ik dit doen? Ja, jij zei, maak het lelijk huis. Ik denk, oké. Mijn huis heeft op zich nog wel wat, inderdaad, nu ik jouw huis zo zie. En jij hebt echt een lelijk huis gemaakt. Ik ben echt, zeg maar, niet teleurgesteld in mezelf. Oké, ben je klaar voor 20 minuten de tijd? 3, 2, 1, succes! Oké, jongens, we hebben een half uur om dit krot om te bouwen. Oh my days, ik ga gelijk beginnen met het dak. We gaan er een hele andere kleur dak van maken. Laten we er gewoon een spruce dak van maken. En nu moeten we echt proberen hier wat moois van te maken. Ik vraag me af of dit gaat lukken, though. Ja, wat moet ik doen, jongen? Echt, ouwe. Hoe kan ik dit nou nog mooi maken? Oké, dus we beginnen letterlijk met het dak. Als het dak al prima is, dat lost dan heel hoop op voor dit huis. Dan moet ik nog met het bedrock gaan werken. Kijken of ik daar nog details aan toe kan voegen aan het bedrock. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar we gaan kijken hoe ver we komen. Oprecht. Laten we beginnen met de algemene ding. Oh, dit mag ik ook allemaal niet weghalen natuurlijk, hè. Kijk, dan doen we het zo. Lossen we dit zo op. Door af en toe een vet random trapdoortje ertussen te proppen. Hier, dan lossen we die lelijke kraters op. Ja, dit ziet er beter uit. Dit ziet er op zich nog wel goed uit. En in het midden hieronder ook eentje zo. Ja, dit gaan we fixen. Jongens, dit kunnen we. Oké, dit dak aan de onderkant heeft op zich nog wel wat leuks. Kijk, af en toe wat blokken weghalen mag wel. Wat kleine blokjes, weet je. Maar dat is wel leuk. Dat is op zich wel leuk. Dat dit zeg maar het platform is waar die op staat. In plaats van dat die ondersteboven staat. En dan gaan we er een frame omheen bouwen, jongens. Daar is het hoog tijd voor de frame. Het frame moet per direct naar het plafond. Zodat het zeg maar een beetje randjes heeft. Maar ik wil wel de kleur en het bedrock en zo wil ik ook terug laten komen in zijn huisje. Weet je, ik moet niet het hele huisje heel anders maken. Jij moet wel gewoon een makeover krijgen. Maar wel nog dat je zijn huisje erin herkent. De pracht van Justins oude huisje. Kan dit? Ja, dit kan. Perfect. Nee! Er zit hier glas en die kan ik niet weghalen. Nee, dan moet ik hem hieronder doen. We moeten ook echt wat doen aan die trap. Die trap, dat moeten we echt... Dat is zeg maar een probleem in mijn ogen, die trap. En de ingang ook, het interieur moet ik ook niet vergeten. Dus we moeten niet te lang besteden aan alleen enkel de buitenkant. Want we moeten ook goed rekening houden met de binnenkant. Laten we dan nu ook gewoon puur even zo doen. Even een klein beetje details erin toevoegen, zoals dit. En dan snel het interieur doen. En als ik dan nog tijd over heb, gaan we wel verder met de buitenkant. Ik denk dat dat wel moet lukken. Maar we moeten dat binnenkant, die moet even opgelost worden. Oké. Jongens, het ziet er al iets beter uit. Zoals jullie nu zien. Het is iets. Ik weet niet wat ik het op moet laten lijken. Maar laten we eerst dit zootje hier oplossen. Maar hoe? Weet je wat? We gaan gewoon een kist de vloer van maken. Dan maar op die manier oplossen, jongens. Dit is echt vreselijk. Ja, zo. Kom je binnen? Dit is echt erg. Ik doe zo mijn best om dit toch op te lossen. Maar ik weet niet wat Justin, wat voor sick mind hij heeft. Het valt niet zomaar op te lossen, dit. Oh, die enchanting table. Waarom nou weer? Gaan we hem verstoppen zoals dit. Wacht. Zo, verstoppen we hem maar. Dan is dit gewoon de enchanting room. Dit is de enchanting room. Kan ik hier carpets op plaatsen? Dat zou echt mijn leven redden. Ja. Oh mijn god, ja. Ja. Dit redt mijn leven, jongens. Ja, carpets. Carpets voor deze. Oh mijn god, dit redt mijn leven. Nooit gedacht dat carpets mijn leven zoals dit zouden redden. En dan maken we er wel gewoon een ladder van deze ruimte. Nu moet ik deze ruimte hier nog verbeteren. Echt, het gaat toch niet lukken. Dit blok hier mag ik niet aanpassen. Hoe ga ik dit doen? De eerste verdieping is wel gefixt, jongens. Ik heb hier op de kisten gewoon staan. De eerste verdieping als je binnenkomt. Het kon erger, weet je, als je het zo ziet. Het kan echt erger.
En dan kom je hier. Ja, maar ja, hallo. Laten we hier maar gewoon slabs tussen doen. Want dan dat lost het eigenlijk al een beetje op. We doen er verlaagde vloer in, jongens. Kijk, dit gaat goed komen. Laten wij dan hier trapdoors doen. Zodat we dat groene een beetje verstoppen. Doen we er gewoon helaas. Omdat die ook er al in zit. Mag ik die ook niet weghalen. Maar dan vullen we de hele oakvloer gewoon op. Zoals dit. Lanterns, die mogen wel komen. Oh, nee. Nee, nee, nee. Weet je, dan doen we het gewoon zoals dit. Helaas, maar het moet wel. Deze is niet op te lossen. Wat erg. Doen we hier stairs. Zoals dit. Doen we hier stairs aan. Met wederom hier ook een trapdoor zo. Zoals dit. Oké, en dan doen we hier een chill lounge. Een tv komt er. Dus doen we zo. Waar die op staat, heb je een frame voor de tv. Hier overigens nog dit op. Voor het idee. Overigens moet dit wel hetzelfde materiaal zijn. Je wil wel een beetje hetzelfde materiaal terug laten komen in je beeld. Nog 4 minuten. Of nee, nog 5 minuten. We doen wel hetzelfde soort tafeltje. Omdat ik erachter kom dat het eigenlijk best wel een prima tafeltje is. Met de carpet erop. Doen we nog een painting leuk. Maar dan wel 2. Kijk, je moet 2 van die perfecte paintings. Dus zoals die en dan. Ja. En dan hier nog eentje. Ja, weet je, dat is perfect. 2 dezelfde paintings aan de muur. Dan boven de ding is een lamp. En hier hoeft geen lamp voor sfeer. Kijk, jongens, de onderkamer hier is af. Deze kamer hier vind ik prima. Genoeg ruimte, weet ik veel wat. Dan ga je hier naar boven. Hier heb je gewoon de algemene kamer. Die houden we even leeg, want we moeten echt werken aan de trap en dak. We hebben te weinig tijd. Ik moet echt huilen hiervan. Oké, de trap. Ik doe zo mijn best om dit prima te laten lijken, jongens, echt. Ik weet niet wat Justin gedaan heeft, maar het ziet er zo raar uit, die trap. Oh jongens, ik heb nog maar 1 minuut. Nee, ik heb niet eens tijd gehad voor het dak. Ik heb geen tijd gehad voor het dak. Ik heb te veel tijd gestopt denk ik nog in de trap. Ik denk ik red het wel. Ik moet met slabs moet ik het dak gewoon fixen. Oh, nog maar minder dan 45 seconden jongens. In ieder geval het groene randje hier wegwerken. Het is niet het beste avontuur van mij. Maar ik heb mijn best gedaan jongens. De tijd is bijna op. De 20 minuten zijn bijna om. De 20 minuten zijn bijna om. Nou, wat ik ervan gemaakt heb. Ik weet het niet. Het ziet er anders uit dan dat het er eerst uitzag. Ik zou er nog steeds niet willen wonen, maar afgelopen. Wat een verschrikking. Oh, ik heb zo mijn best gedaan. Ik heb voor mijn gevoel nog niet voor elkaar gekregen om een mooie... Nee, daarmee ik voor jou ook niet. Er zitten nog zoveel troepjes aan de zijkant. Dus ook aan de binnenkant ben ik op zich nog best trots op. Maar de buitenkant, ja, wat moest ik er nou van maken? Ik heb een beetje aan de buitenkant gewerkt, maar het ziet er gewoon echt niet uit. Nou, eerste indruk, ben je klaar? Oké. Wow, jij hebt er nog best wel wat lijfs van buiten van gemaakt. Oh, wat een... Wow, dit ziet er op zich wel leuk uit. Ja, maar jij hebt er echt nog een huis van gemaakt. Ja, ik denk, weet je wat, ik maak er gewoon wat iets extra's bij. Jij hebt gewoon echt nog een huis van gemaakt. Met bijtjes aan de buiten. Hoe kom jij aan zoveel? Jij hebt echt te groot gebouwd voor mij aan het begin. En ik heb te klein voor jou gebouwd aan het begin. Waardoor jij gewoon te veel kon. Oh, hoe is de binnenkant? Ja, ik heb alleen teleurstellend, dat is nog hetzelfde. Tapijtje gedaan, boekenkastje neer. Ja, jij hebt letterlijk op dezelfde manier de vloer gefixt als ik bij jou gedaan heb. Ja. Tapijtje erop gegooid. Alleen, kijk, hier kan je geen tapijtje neer flikkeren. Nee, ik vind oprecht van buitenkant ziet het er nog best prima uit. Nou ja, god, het ziet lelijk. Ja, nou, het ziet meer als huis uit dan wat ik heb, weet je. Ja, ik ga het niet van jou bekijken. Oh, dat is verschrikkelijk. Ja, maar je hebt ook zo moeite gegeven. Ik heb al je trap opgelapt en zo. Ik heb echt mijn best gedaan om het op te lappen. Het ziet er wel vet uit eigenlijk. Ja, het ziet er meer uit als een kunstwerk dan een huis. Ja, dit heb jij gedaan. Dit heb jij gedaan. Heb ik je binnenkant is wel netjes, is netjes afgewerkt. Die enchanting room. En deze kamer ben ik best trots op, als het ware, hoe ik dit nog heb opgelost. Dit is echt vet, ja. Dit is gewoon echt de kamer, weet je? Ja. Van buiten, ja, dat was gewoon viel niet meer te redden. Niet in de tijd die je had. Dat die crafting-tables er doorheen. Ja, die kon ik niet weghalen, ja. Op welk huis stem jij? Ik stem op jouw huis. Weet je wat, we laten de kijkers stemmen. Laten we de kijkers. Jongens, jullie mogen in de comments huis 1 of huis oranje of huis blauw. Welk huis heeft gewonnen volgens jou? Huis oranje of huis blauw? Ik zeg huis oranje, omdat die gewoon... Weet je wat stom was? Nou? Ik had hier dus een gigantische boom neergezet, maar ik heb hem afgekapt en hij groeit helemaal mijn huis in. Hij is om je huis heen gegroeid. Ja. Nou jongens, laat zeker weten welke kleur jij vindt dat er heeft gewonnen. Justin, wat heb je dan nog te zeggen? Doe een duimpje omhoog. Laat doors! En dan voor de rest, doei!